Andrea Lokhoff. Hallo. Zeg ik dat goed? Andrea Ja, zeg ik Lokhoff? goed. Ja. Oh, heel goed. Hallo Andrea. Hoi. Jij bent van het dierenasiel in Amersfoort. Dat Als ik het klopt, goed heb. ja. Hoe is de dierenasielbusiness nu? Ja, anders natuurlijk. De verzorging gaat uiteraard gewoon door. Dus we kunnen niet stoppen met werken of thuiswerken. Zoals je misschien ziet, ik wel thuis te werken. Maar ik doe vooral het kantoorwerk. Onze dierverzorgers zitten uiteraard gewoon op de locatie en zijn met de dagelijkse verzorging bezig. Het is dus even aanpassen. Iedereen moet door met zijn werk, maar wel op een heel andere manier. Ja, en is het zo dat ik hoorde, even tussendoor, dat in Milaan volgens mij, of in Barcelona, is een huisdier nu een statussymbool, omdat ze mogen de straat op als je een hond uit, of als je een dier uit moet laten. Dus daar is het hebben van een huisdier een soort statussymbool geworden, omdat je dan de straat op mag, hoorde ik. Maar goed, dit is gewoon een tussendoor anekdote. Ja, had ik niet gehoord, maar. Maar is het zo dat nu mensen. Het kan me voorstellen dat mensen nu meer behoefte hebben aan een huisdier. Omdat veel mensen natuurlijk alleen zitten nu. Ja, je hoort dat wel. We krijgen ook best veel aanvragen binnen. Het is nog niet hoogseizoen bij ons. Dus het wil zeggen dat het asiel qua dieren nog niet heel erg druk is. Dat is meestal meer echt in de zomer. Maar we krijgen wel aanvragen binnen. Met mensen die dat met verschillende achtergrond eigenlijk. Sommige mensen zeggen, we waren eigenlijk al heel lang van plan een huisdier te nemen. En nu hebben we meer tijd om het dier te laten wennen thuis. Er zijn ook mensen die zeggen inderdaad van, ja, ik heb nu tijd. Dus ik wil nu graag een huisdier. Maar ja, dat werkt helaas natuurlijk niet zo. En er zijn ook mensen die, omdat ze tijd over hebben, hun hulp aanbieden. Helaas kunnen we daar ook geen gebruik van maken, want onze eigen vrijwilligers werken ook in ploegendiensten en langs elkaar heen. Dus er is helaas geen mogelijkheid om nieuwe vrijwilligers in te werken. En ook mensen die een dier tijdelijk op willen nemen is helaas lief bedoeld, maar geen goede oplossing. Want huizing is voor een dier gewoon heel erg stressvol, dus we gaan niet het dier verslepen van de ene naar de andere locatie. Nee, nee. En is het zo dat als je merkt dat iemand nu een dier wil, omdat het nu coronacrisis is en ze denken ik wil een dier om me heen hebben, dat je dan zegt nou, je moet het wel zeker weten. Ik kan me namelijk voorstellen dat heel veel mensen dan nu een huisdier nemen uit een soort impulsieve reactie, terwijl een huisdier natuurlijk ook best veel werk is. Ja, we proberen dat natuurlijk ook heel erg te voorkomen. Kijk, als mensen zeggen van, we zijn er al heel lang over aan het nadenken en nu hebben we extra tijd om het dier aan ons te laten wennen, dan is dat misschien wel een goede reden om het nu te doen. Ja. Maar wij zijn altijd wel heel streng in onze selectiecriteria voor een nieuw baasje. Eigenlijk kijken we vooral vanuit het dier en ook vanuit de eigenaar, maar vooral wat heeft dit dier nodig als nieuw huis, als nieuw eigenaar, als nieuwe omgeving. En als dat past, ja, dan kan de match er nu net zo goed zijn als zonder corona. En misschien zijn we daar nu nog wel iets strenger in, omdat we wel zeker moeten weten dat de mensen niet alleen nu genoeg tijd hebben, maar ook daarna. Daar kijken we dus altijd naar, maar nu misschien nog wel meer dan voorheen. En even, want we hebben het nog helemaal niet over het asiel. Wat voor dieren heb je allemaal dan? Wij vangen honden op, katten en konijnen en knaagdieren. Oh. Dus eigenlijk vier diergroepen. En hoeveel heb je er, zeg maar? Hoeveel? Nou, nu is het heel rustig. Nog in de winter herplaatsen we altijd wel dieren, maar krijgen we heel weinig dieren binnen. Dus eigenlijk is het nu de rustigste periode van het jaar. We hebben eigenlijk maar een handjevol katten en enkele tientallen konijnen en ook een vijftiental honden. Wij zijn echter wel een vrij groot asiel, dus wij kunnen wel veel meer kwijt. In de zomer hebben we soms wel 200 konijnen knaagdieren zitten. En wel 80 katten of meer zelfs. Ja. Maar het seizoen moet gelukkig nog een beetje op gang komen. En hopelijk hopen we natuurlijk dat het rustig blijft. Ja. Want ons doel is natuurlijk om onszelf overbodig te maken. Ja, eigenlijk wel. Mensen brengen hun huisdier naar jullie toe? Of vinden jullie dieren? Of via de dierenambulance, hoe komen die dieren binnen?
Ja, allemaal. Heel veel dieren komen nog steeds binnen als zwerver. Dus dat wil zeggen dat ze op straat gevonden worden. En die worden meestal door de dierenambulance naar ons gebracht. Soms ook door mensen die zelf zo'n dier op straat hebben gevonden. Maar er zijn ook mensen die afstand doen van hun dieren. En dat kan heel veel verschillende redenen hebben. Het kan zijn van dat ze er van vooraf dus niet goed over nagedacht hebben. En dat het dier eigenlijk meer tijd of geld kost dan dat ze vooraf ingeschat hadden. Maar het kan ook zijn dat vanwege ziekte van de eigenaar, overlijden, verhuizen, verandering van gezinssituatie, kan heel veel redenen hebben dat mensen afstand doen aan ons van hun dieren. Ja, ja, ja. En waar voldoet een goed baasje aan? Nou ja, we zeggen bij elke diersoort moet je allereerst in verdiepen wat heeft het dier eigenlijk nodig. Ja. Wat heeft niet alleen die diersoort, maar ook dat individu nodig. Dus dat specifieke dier. Daar helpen wij de mensen ook uiteraard bij, want wij hebben het dier leren kennen in het asiel. Maar let er ook vooral op, verdiep je online, bijvoorbeeld op de website van de dierenbescherming of de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren, van wat heeft dat dier nodig? En dan bedoelen wij vooral qua tijd, maar ook qua geld. Want mensen onderschatten ook nog wel wat de kosten zijn aan het hebben van een huisdier. Ja. Ja. Dus wat dat betreft zou je ook kunnen denken dat nu minder mensen een huisdier nemen, omdat het gewoon duur is. En mensen gewoon minder geld verdienen nu. Of merk je daar nog niet zoveel? Dat merken we niet. We merken inderdaad dat de vraag wel wat gestegen is. Waarschijnlijk vooral omdat mensen nu tijd hebben en ook gezelschap om zich heen zoeken. Ja. Maar misschien ook wel omdat ze puur tijd hebben om te zoeken nu. Die mensen die dus zeggen van ik was het al lang van plan. Die hebben nu wat meer tijd om zich te verdiepen van ja, wat zoek ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Ja. Wauw. Oké, dank je wel. Waar kunnen mensen, wat is het adres? Wat is de, hebben jullie een site? Waar kunnen mensen heen als ze een dier zouden willen of zouden willen afstaan? Ja, als je, we hebben een landelijke site www.ikzoekbaas.nl. Ja. En daar kun je eigenlijk kijken in heel veel asielen in Nederland. Kun je ook zelf een zoekopdracht invoeren. Waar moet jouw ideale dier aan voldoen? Wat zou passen in jouw thuissituatie? En dan kun je zo de verhaaltjes en de foto's van de dieren zien. En ben je geïnteresseerd in een dier, maak dan echt een afspraak met dat asiel. Helemaal nu in coronatijd, loop niet zomaar binnen. Nee. Maar ook voor en na coronatijd, maak een afspraak. Want dan zorgt het asiel echt dat ze tijd voor je hebben om de juiste match te maken. Om het juiste huisdier voor jou te vinden. Ja, heel goed. Ikzoekbaas.nl. Ja, oké, dankjewel en succes met alle dieren. Ja, jij ook bedankt. Dat gaat lukken. Oké, doeg, Andrea. Doeg.